die twee zaalgroepkapelletjes te zien. Hè? De Duitse kapel zijn er langs gekomen. En ook de Italiaanse kapel. En we hebben hierachter een blauwe kapel. Dat is de kapel voor de grote ridder. Daarachter dan weer een kapel voor de ridder die voor boogafkomstig waren. En aan het uiteinde een kapel die de Engelse ridders moesten delen met de ridder.